Welkom bij deze nieuwe video. Een tijdje geleden was ik aan het nadenken over wat voor soort video ik kan maken. Ik was aan het denken aan make-up, kleding, haarvideo. En ik dacht bij mijn eigen, misschien is het leuk om gewoon een all-over beauty video te maken. Dus dat ik gewoon naar Kruidvat ga en gewoon allemaal random beauty producten ga halen. Ik heb ook wat make-up, maar het zijn overal gewoon verschillende soorten beauty producten. Allemaal voor het gezicht, skincare, make-up. En ik dacht, ik ga het gewoon vandaag allemaal met jullie testen. Ook wat meer aparte producten. Kunnen we zien of het echt je geld waard is en of het ook echt werkt. Want dat is vaak de vraag bij dat soort aparte producten. En je ziet heel vaak, vooral bij die telcel shows, allemaal dat dit soort producten echt geweldig zijn. Super snel werken, super goed werken, et cetera. Dus we gaan vandaag kijken of dat echt zo gaat zijn. En ik dacht, dat is wel leuk voor een video. Dus ik haal gewoon een aantal random producten. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben gewoon letterlijk naar Kruidvat gegaan. Ben daar gewoon gaan wandelen en heb gewoon een aantal random beauty producten gehaald. En we gaan ze vandaag testen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze testvideo. Oké, jongens, zoals je kunt zien zijn mijn ogen een beetje bollig. Nee, ik heb niet loopjanken. Dit is dus gewoon echt een allergische reactie op de wimperlijm die ik gebruik. Ik denk dat ik erachter ben wat er aan de hand is. Want ik heb verschillende brands gebruikt, maar het bleef gewoon. Maar toen ik dus een witte, doorzichtige wimperlijm gebruikte, toen is er niks gebeurd. Maar toen ik weer terugging op de zwarte, toen ging het weer helemaal zo opzwellen. En het maakt niet uit welk merk ik gebruik, gewoon die zwarte wimperlijm, daar zit kennelijk iets in wat dus mijn ogen irriteert. Dus ik schakel over op alleen nog maar doorzichtige wimperlijm. Die ik had gebruikt is deze van Huda Beauty. En bij deze gebeurde er helemaal niks en werd het niet meer zo opgezwollen. Terwijl ik heb deze allemaal gebruikt. Deze 3 zwarte van Queen Tarsi, Huda Beauty, deze van Kruidvat. Alle 3 hele verschillende brands. Alle 3 zwart. En bij alle 3 gebeurde dit. Dus ja, ik denk dat dat het is. Want ik ben al heel lang op zoek naar wat het nou is. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik heb hier een heleboel beauty producten die we gaan testen. En ik ga denk ik beginnen met deze. Dit is zo'n meeeterverwijderaar van Kruidvat. Ik heb heel vaak mensen dit soort dingen zien gebruiken. Sommigen zeggen echt het is heel goed en sommigen vinden hem echt slecht. Ja, ik ben echt benieuwd of het echt gaat werken. Laten we gewoon gaan kijken. Normaal heb ik gewoon van die pore strips. Zo'n strip die je hier plakt. Dan haal je het eraf en dan trekt hij alles ermee uit. En die werkt op zich best wel goed. Als ik dit product wil gaan blijven gebruiken, moet die echt beter zijn dan die strip. Oké, dit is dan zeg maar wat erin zit. Ook een handig boekje met uitleg en zo. Dit is dan het apparaat. Best wel een groot apparaat. En dan heb je allemaal zo van dit soort verschillende kopjes of zo. Oké, jongens, laten we kijken hoe dit werkt. Garantievoorwaarden. Er moeten sowieso 2 AA-batterijen in. Dus dat ga ik eerst doen. Die heb ik hier. Ik las pas net dat er batterijen in moeten. Dus godzijdank had ik die in huis. Anders was deze video nou voor niks. Oké, je moet deze dus vervangen met de grote of de kleine. Afhankelijk van de situatie. Maar ik denk dat ik hem gewoon op de kleine hou. Want het is gewoon alleen mijn neus. Beweeg het zuigapparaat voor meeeters langzaam over de zon. Met meeeters desnoods meerdere malen. Maar beweeg het niet heen en weer. Dus je moet zo zeg maar 1 kant op gaan. En je moet je poriën openmaken met een warme handdoek. Dus dat ga ik ook even doen. Ik heb jullie een klein beetje ingezoomd. Zodat we alles wat beter kunnen zien. Ik heb niet heel veel poriën en meeeters. Maar toch wel echt een beetje. Ik heb hier een warme handdoek. Daarmee ga ik dus de poriën openmaken, zeg maar. En dan gaan we hem gewoon gebruiken, jongens. Ik ben echt zo benieuwd. Ik wil dit gewoon echt even goed zien. Ik ga stuk. Het zuigt echt helemaal. Oh, mijn neus gaat rood worden. Kijk nou al dit. Het doet niet echt pijn of zo. Het is wel... Het is niet echt een fijn gevoel, maar niet echt heel veel pijn of zo. Ik weet niet, heeft het echt nut? Als iemand dit apparaat een keer heeft gebruikt, laat me weten wat je ervan vond. Het doet hier echt pijn. Ik denk dat ik het gewoon bij de neus hou. Ik weet niet of ik echt verschil zie. Ik zie wel iets nou hierin. Kijk, zie je hier zo? Ik weet niet wat dit is. Iets van vuil op mijn neus of zo? Eww, dit is echt vies. Ik ga gewoon verder hoor. Oké, mijn neus is nou echt helemaal rood. Kijk, zien jullie dit? Er zit wel iets in van vuil of zo, hier zo. Ik ga eerlijk zijn, ik weet niet of ik verschil zie. Er staat dat het werkt voor meeeters, verminderen van een vette huid, overtollig talg en dode huidcellen. Het heeft wel echt iets gedaan, want dat zien we hier. Ik weet niet of het echt de meeeters eruit heeft getrokken. Ik ga gewoon weer door. Kijk, mijn neus is alweer gelijk minder rood. Dus dat is wel fijn. Oké, volgens mij heeft het wel echt een beetje nut. Want ik zie wat rode plekjes, zeg maar. En daar zaten echt meeeters. Dus het heeft er wel
echt uitgetrokken. Want dat heb ik ook altijd nadat ik die strip gebruik. Je moet alleen niet te snel gaan. Ik ging net denk ik gewoon iets te snel. Ik heb het gevoel dat het mijn neus echt wel gewoon schoonmaakt, zeg maar. Ja, kijk even al die viezigheid die nou hier zit. Disgusting. Disgusting! Oké, dit had volgens mij wel echt nut. Ik denk ook als je een vettige T-zone hebt, dus ook een vettige neus, dat het echt hierbij wel kan helpen. Oké, er staat dat je de plek daarna een beetje nat maakt om het een beetje weer te kalmeren, zeg maar. Ik wil het dan nou ook gaan gebruiken, zeg maar, op mijn gezicht. Dus ik ga deze kop eraf halen. Dan heb je hier deze kop, zeg maar. Deze heeft zo'n metaal schuurding. En die is goed. Verwijdert peeling en dode huid door schuren en zuigen. Dat ga ik gewoon echt doen. Ik ga even mijn haar een beetje vastmaken. Ik weet niet of ik het zo goed doe. Ik doe maar iets nu. Ik heb hier ook allemaal zo van die witte meeeters. Kijk. Maar ik denk niet dat hij die kan weghalen. Misschien als ik de iets kleinere gebruik. Deze is nog wel groot, maar heeft niet zo'n metaal ding. Oké, nee, wacht. Ik ga weer deze echte kleine gebruiken, die ik ook voor mijn neus heb gebruikt. Oké, ik denk dat dit iets te agressief is. Oké, ik weet niet of ik het nou hier heb beschadigd, maar het voelt wel een stuk zachter aan. En ik zie hier ook weer zo van dat witte spul, zeg maar. Viezigheid, van die witte viezigheid. Ik ga weer terug op deze grote. En dan ga ik even over mijn hele gezicht. Oké mensen, ik denk dat ik gewoon stop, want ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. In ieder geval voor de neus vind ik hem oké. En hier voelt het nou ook echt zacht aan hier zo. Even over mijn hele gezicht met deze natte koude handdoek onderaan. Als iemand weet hoe je dit ding goed gebruikt, let me know alsjeblieft. Dankjewel. Oh my gosh, ik heb hier gewoon een kleine bloeduitstorting. Oké, whatever. We gaan verder met nog iets voor het gezicht. Maar nu voor de wenkbrauw. Deze Perfect Brow Hair Eraser verwijdert haar snel en pijnloos, zoals je kunt zien. En ik heb dus expres haartjes hier zo gelaten. Jullie kunnen het zien. Je ziet hier allemaal van die kleine haartjes die ik normaal zou epileren of wegscheren. Die heb ik gelaten om dus dit ding te gaan gebruiken. Ik ben benieuwd. Laten we kijken. Hij was in de sale. Hij was maar 13 euro. Verwijdert haar snel en pijnloos. Goud vergulde kop. Nou, nou. Heel mooi zo goud. I like it. En ik las dus ook net dat er één AAA batterij in moet. Nou, godzijdank hadden we die ook in huis. Anders was dit ook weer voor niks. Een boekje met uitleg. Jongens, hij doet het niet. Ik weet niet of het aan de batterijen ligt. Ik heb geen idee. Normaal moet er nou iets gebeuren en dan kun je zo die haartjes hier weghalen. Ik heb hier twee AAA batterijen en ze willen het allebei niet doen. Nou, ik ben ook net snel even op zoek gegaan naar andere batterijen, maar we hebben alleen deze twee. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet aan de batterijen ligt. Ik denk dat het gewoon aan dit apparaat ligt. Oh, zo jammer! Anders hadden we het nou echt zo kunnen proberen, maar goed. Het lukt dus helaas niet. Ik ga voor nu eventjes deze haartjes gewoon wegscheren met zo'n klein scheermesje. Want ik heb geen tijd om helemaal te gaan epileren. Dan heb ik nog iets gekocht voor de wenkbrauwen. En dat is deze Eyebrow Magic wenkbrauwpen. En zoals je kunt zien heeft hij dus zo'n soort van vorkachtige top. Dus dit moet er van die neppe haartjes creëren, zeg maar. Een soort van microblading effect. Blijft tot wel 24 uur zitten. Nou, nou. Het zou inderdaad wel fijn zijn als het gewoon de hele dag blijft zitten. Nou, dit is dan hoe de pen eruit ziet. En dit is hem dan. Kijk hoe raar. Kijk dit. Hij is wel best wel lichtbruin. Lichter dan, ja, dat ik normaal gebruik voor mijn wenkies. Maar goed, het ziet er op zich wel goed uit. Kijk dit. Oeh, ik ben echt benieuwd. Ik ga eerst even mijn wenkbrauw doen als hoe ik ze normaal doe. En ik hou hiervoor een beetje open om deze te gaan gebruiken. Want dat is hoe ik het normaal ook zou gebruiken. Als het opdroogt, wordt het wel iets meer donker. Zie je dat? Oké, ik heb mijn wenkbrauwen een beetje ingevuld. Gewoon met wenkbrauwpotloodje. Maar hiervoor is het gewoon helemaal open. En dan kan ik het dus hiermee gaan inkleuren. Laten we kijken wat er gebeurt. Ik ben zo benieuwd. Oh my gosh. Oké. Hoe moet ik mijn hand houden? Ik ga stuk. Oh my gosh, dit is echt mooi. Ik ga stuk, dit lijkt gewoon echt op haartjes. Dit is echt hilarisch. Kijk even dit. En het gaat ook heel snel. Ik heb ook zo'n pen, alleen dat is gewoon een normale pen. En die maakt één haartje per keer. Terwijl deze maakt echt vier haartjes per keer. Dus dat gaat een stuk sneller. De kleur is ook mooi, het is niet te. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat ik dit iets zou vinden. Maar kijk. Ik ga stuk. Het ziet er gewoon echt goed uit. Ik ben in shock. Oké, I like it.
Het volgende is voor de ogen, dus ik ga even mijn make-up aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn hele gezichtsmake-up is gedaan. Ik heb nog 2 producten voor de ogen en 1 voor de lippen. En ik ga beginnen met dit product van de Kruidvat. Dit is de Perfect Image Fresh Look Duo Pencil. En dit is dus gewoon zo'n highlighting potlood met aan 2 kanten een kleur. 1 matte kleur en 1 glanzende kleur. Oeh, hij is echt super creamy. Oh my gosh, het smelt gewoon bijna. Dit zijn dan de 2 kleuren. Zoals je kunt zien, een beetje een rozige matte kleur en een lichte champagne kleur. Kijk even dit. Hij is zo zacht dat hij gewoon helemaal afbreekt en ja, gewoon eraf gaat. Dus dat is niet echt ideaal. Dus wat ik zou doen is dat ik het ook echt zo eerst op mijn hand doe voordat ik het ga aanbrengen op mijn gezicht. Zulke potloodjes gebruik ik altijd om te highlighten in de binnenste ooghoek. Een beetje onder de wenkbrauw. Op de neus kan ook, maar ik doe niet op de neus. Even kijken. Ik pak deze lichte glanzende kleur. Gewoon een beetje zo met een kwast. En die breng ik dan gewoon zo'n beetje aan in de binnenste ooghoek. Om het een beetje te highlighten. Oké, er komt niet echt heel veel vanaf. En dan met wat er nog op de kwast zit, een beetje onder de wenkies. Maar er komt echt bijna niks vanaf. Ik moet hem gewoon nu al aanslijpen, terwijl ik hem net heb. Oké, en dan gewoon zo een beetje aanbrengen in de binnenste ooghoeken. Een beetje onder de wenkbrauwen. Ja, je moet het echt gelijk aanbrengen vanuit gewoon het potloodje. Anders komt er gewoon niet genoeg van af. Oké, ik vind de glow wel mooi. Dat wel, maar de kwaliteit van het potloodje had echt wel beter gekund. Het is zo creamy dat het er gewoon gelijk helemaal ook afgaat als je het uitblendt, zeg maar. Dan het volgende voor de ogen is dit product. Ook van Kruidvat huismerk, Lash & Glue Liner. Dit is dus zo'n eyeliner pen die ook gelijk werkt als wimperlijm. Dus je wimpers kunnen er gelijk aan vast blijven plakken. Ik heb er al een aantal van dit soort pennen van andere brands. En ik vind ze vaak wel gewoon goed. Maar ze zijn altijd wel iets minder plakkerig dan gewoon een normale wimperlijm. En dat vind ik wel minder. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon echt een doodnormale pen. Oeh, hij is wel echt goed zwart. Kijk. Ik ga hiermee een wing maken en dan ga ik wimpers opplakken. De wimpers die ik op ga doen zijn mijn fave Icons Only van Lola's Lashes. En ik zet ze alvast klaar, want dan kan ik ze gelijk opplakken. Want je moet een beetje snel werken met dit soort pennen, anders plakken ze niet meer genoeg. Oké, let's do this! Oké, 1 oog is klaar. Ik ga nou ook per oog werken in plaats gelijk allebei doen. Dan is hier de wimper. Ik ben zo benieuwd of je er gewoon goed op gaat plakken. Ik hoop het wel. Oh, ik heb helemaal geen mascara aangebracht. Helemaal vergeten, even nog heel snel mascara aanbrengen. Vooral de binnenste ooghoek bij de wimper moet je altijd goed extra aandrukken. Want die wil altijd losgaan. Oké, er is nou een beetje mascara of lijm of whatever hieronder gekomen. Maar dat ga ik zo meteen weghalen. Op zich plakt het gewoon wel oké vast. Tijd voor het andere oog. Oké, jongens, jullie gaan niet geloven, maar hij droogt gewoon nu al uit. Er komt gewoon nu al bijna niks van af. Kijk even dit. Jongens, kijk letterlijk dit. Er komt gewoon bijna niks meer van af. Zien jullie dit? Oké, deze kan ik gewoon letterlijk nu al niet meer gebruiken bij het andere oog. Wat is dit? Terwijl hier is hij wel gewoon goed. Hij plakt ook gewoon goed vast. Ik heb ook een hele goede van Maria Malky. Dus die ga ik even gebruiken. Dit is ook zo'n wimperlijm pen. Oké, wow. Nou, ik het ook vergelijk met die van Maria Malky. Zie ik echt kwaliteitsverschil van deze van Kruidvat. Deze kost ook wel ietsje meer, maar is veel beter. Ik heb hem echt al heel lang. Droogt helemaal niet uit. Plakt ook beter dan deze. Ik voel gewoon dat de wimper hier beter vast zit dan hier. Oké, jongens. Deze is ook niet echt een succes. Oké, next up is voor de lippen. Dit is dus een doorzichtige lipliner die ervoor moet gaan zorgen dat je lipstick echt op je lippen blijft en niet helemaal gaat uitsmeren ofzo. Er staat op voorkomt uitlopen, definieert, vult fijne lijntjes op en is kleurloos. Ik ben benieuwd. Deze heb ik al vaak gezien bij Kruidvat. Elke keer wilde ik hem halen, maar haalde ik hem niet. Maar ik dacht voor deze video is deze echt ideaal. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon zo'n simpele zwarte pen. En dit is dan het lippotloodje. Letterlijk kleurloos. Kijk. Oké, ik ga het gewoon aanbrengen. Ik ga deze lipbalm eraf halen. Ik weet niet echt of ik dit iets ga vinden, maar we will see. Ik doe het eerst gewoon op de rechterhelft. Oké, zien we verschil? Mijn lip is echt een beetje meer gedefinieerd. Ik ga stuk, ik had dat niet verwacht. Dan ga ik in met een MAC Lipstick Twig. Is een hele mooie, beetje paarse ondertoon nude kleur. Ik ben echt een persoon, ik doe nooit een lipstick op zonder lippotloodje, want ik vind dat gewoon niet zo mooi. Ik mis toch een beetje zo'n lippotloodje kleur. Een lippotloodje maakt echt verschil. Het geeft ook zo'n mooi ombre effect, zeg maar. En dat is nu dus echt helemaal weg. Dus ja, deze zou ik persoonlijk niet meer gebruiken. Nou mensen, het ging vandaag niet per se heel goed.
Ik heb toch wel een aantal dingen gevonden die echt werkten. De winnaar van vandaag is echt deze wenkbrauwpen. I love it. Ik vind het zo mooi wat hij hier heeft gedaan. Zo mooi naturel en ook vooral heel snel. Want ik wil nooit veel tijd besteden aan mijn wenkbrauwen, want ik vind het niet leuk om te doen. Dus deze werkte echt goed. Dus echt de winnaar van vandaag. Deze zou ik zeker halen. En deze vind ik ook wel fijn. Heel mijn neus voelde helemaal zacht aan. Ook toen ik me aan het opmaken was, voelde mijn huid echt heel smooth en egaal aan. Dus deze zou ik zeker nog wel gebruiken. Vooral dan bij de neus. Ja, en voor de rest vond ik het allemaal niet echt iets. Dus ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik zou zeker zeggen, haal deze twee producten bij Kruidvat. Allebei fijn. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie vonden van de video. Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer zouden willen zien. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!